Goedenavond, ketenkijkers. We staan hier voor Kunstruimte Tent met Mark Bijl. Mark, waarom ben jij naar Berlijn verhuisd? Nou, ik heb 10 jaar in Rotterdam gewoond en dat was heel leuk. En het is heel goed voor kunstenaars om in Rotterdam zich te ontwikkelen. Ik was al een paar keer in Berlijn geweest, een paar keer een jaar of zo. En toen dacht ik van, voor mijn werk en voor mijn inspiratie is het misschien wel goed om helemaal te verhuizen. En heb je meer succes in Berlijn dan in Rotterdam? Nou, in Duitsland is het natuurlijk veel groter dan Nederland en de kunstwereld is eigenlijk best wel uitgestrekt. Het beperkt zich niet tot een land en dan is Berlijn wel erg handig, want er komen nog wel eens wat mensen. En dan heb je daar sneller contact mee en dan heb ik ook al wat tentoonstellingen in Duitsland gehad, in Kassel en in Keulen en in Berlijn. En dan, dat maakt de overstap ook wat makkelijker. En we staan hier voor de presentatie van het boek met jouw oeuvre erin. Wat vind je van het boek? Ja, een heel goed boek. Het is door 75B ontworpen en uitgegeven door NAI Publishers. En het hangt samen met de tentoonstelling in Kassel en in Salamanca, die gelijktijdig waren. Ik wilde een boek maken en ik had ook een prijs gewonnen in Nederland voor schilderkunst. En ja, dan bestond de kans dat je dan ineens 3 kleine boekjes krijgt, of 2 kleine boekjes. Terwijl ik dacht, van, nou, als we het allemaal bij elkaar doen, dan maak ik 1 dik boek. Hoeveel invloed heb jij op de inhoud van het boek gehad? Nou, heel veel. Want ik heb, omdat het boekenontwerp is in Rotterdam, kwam ik ook af en toe uit Berlijn met het terrein om eventjes erbij te gaan zitten. Het idee van het boek is eigenlijk, we proberen een rode lijn. Het werk is heel divers en chronologisch lukt het niet. Want dan zag het er ook chaotisch uit. Dus we hebben het per medium gedaan. De ene waren acties, de andere waren foto's, de andere waren beeldhouwwerken, de andere waren installaties. En zo kreeg je dan toch een soort overzichtsboek. Dus ik heb veel invloed gehad op het ontwerp, ja. Er zijn vast wel wat rode lijnen te noemen die in je werk terugkomen. Kun je er wat voorbeelden van geven? Waar ik heel erg mee bezig ben is dat de mens, dus niet alleen ikzelf, maar ook in het algemeen, de mens wel op zoek is naar structuur in het leven. En dan, hoe doe je dat? De ene doet dat door zich fanatiek bij een sociale groep aan te sluiten of dus fanatiek te sporten. Een sociaal leven op te bouwen rondom een hobby of rondom je werk. En of rondom een religie of rondom een politieke overtuiging. Of rondom een soort anti-houding of underground cultuur. Allerlei dingen die de mensen voor zichzelf bedenken om een dagelijks leven vorm te geven. En wat voor iconen en symbolen je daarbij nodig hebt om daar, wat voor helden je daarbij gaat vereren. En daar ben ik heel erg mee bezig en dat zwabbert ook wel. De ene keer denk ik van, ik ben eigenlijk iemand die graag op straat performances doet. En dan een dag later denk ik weer van, nee, ik ben eigenlijk schilder. Dus dan wordt het eigenlijk, ben ik zelf helemaal niet zo honkvast, niet zo zeker van mijn zaak. Maar elk werk op zich heeft dan een bepaalde, hardcore overtuigingskracht, hoop ik. Dat je per werk denk je van, nou, die denkt zo of die is daarin geïnteresseerd. En dat is zijn ding. En dan ontkracht ik dat zelf weer met een ander werk. Dus ik ben heel erg bezig met hoe mensen zich bewegen in de maatschappij. Maar over die iconen, hè? Die, je hebt een aantal iconen gemaakt inderdaad. Mm-hmm. En die maak je dan in het zwart. En een soort van, in een momentum van afgang probeer je dan de iconen te ontkrachten. En de goden, zoals jij het noemt, die mensen vereren. Je hebt hele duidelijke statements, een hele duidelijke iconen en hele duidelijke symbolen. Maar die probeer ik dan steeds, nou niet te ontkrachten, maar ik probeer ze steeds te spiegelen aan zichzelf. Dus bijvoorbeeld zo'n vredesteken, wat dan in de brand staat, betekent dat dan oorlog? Is een brandend vredesteken dan het tegenovergestelde van vrede? Of is het gewoon het wordt eigenlijk een beetje een paradox dan. Maar waar komt die drang vandaan? Ja, omdat ik niks echt vertrouw. Dus je kunt niet helemaal fanatiek in één soort richting denken. Dus ik heb altijd moeite met, en dat is mijn drang, mijn drive eigenlijk, heel erg moeite om in één ding heel vast te geloven. Dus dat je heel snel van je geloof valt en van je geloof vallen of de volgende dag ineens iets anders denken, dat is eigenlijk verboden. Je moet eigenlijk, als mens zou je eigenlijk altijd weten waar je mee bezig bent. Je mag niet van gedachten veranderen. Hoeveel werken komen op mij over als nogal anarchistisch, wat ook al het afzetten tegen structuren is? Hoe ver kun je daar dan in vinden?
ja, het is eigenlijk afzetten ook tegen structuren, maar tegelijkertijd het besef dat je die structuur ook weer nodig hebt. Dus als je het tegen het ene afzet, dan sluit je dus per definitie weer aan bij een andere die zich daar ook tegen afzet. Dus dan zit je weer in hetzelfde schuitje. Dus je ergens tegen afzetten lost eigenlijk niks op. En hoe meer ik me tegen dingen afzet, hoe meer ik eigenlijk mijn weg vind. Dus je kunt niet blijven afzetten. Je blijft je eigen afzetten en daardoor ontstaat er een oeuvre van werk. Die een bepaalde die sfeer krijgt van alsof je overal mee niet eens bent. En dat is eigenlijk mijn rode draad, waardoor het helemaal niet meer anti is op een gegeven moment. Op een gegeven moment is er zoveel anti, dat het dan toch weer gewoon twee keer min is weer plus, om het zo maar te zeggen. Dus dan zie ik er uiteindelijk in al die zwarte werken en al die duistere dingen, zie ik eigenlijk toch ook wel weer een verlangen en een romantisch gevoel en een positief ding. Er staan heel veel beelden wel in het boek. Er staat uiteraard ook nog wel aardig wat uitleg in. Voor hoeverre heeft jouw werk uitleg nodig? Nou, best wel wat uitleg nodig. Want je zou je eigenlijk dus kunnen vergissen dat het heel plat is en heel erg direct is. En heel erg punk is en heel erg anarchistisch. Maar juist die paradox en dat steeds uitleggen dat het niet alleen maar gaat over terrorisme of underground of een soort anti-houding. Maar dat er een beeldtaal is die nieuw is, die gewoon van nu is. Die met tijdgeest te maken hebben, waarin de tijd waarin we nu leven. En dat het dus een autonome kracht heeft, dat is wel belangrijk. Dat mag best wel uitgelegd worden. En dat het referenties heeft naar kunstgeschiedenis en dat het past in een... Het past eigenlijk heel goed in een soort kunstgeschiedenisontwikkeling. En eigenlijk is dit gewoon de kunst van nu. Maar vind ik zelf. Hè. Ik heb het al zelf gemaakt, dus dat kan ik makkelijk zeggen. Maar zo kijk ik er ook tegenaan. En dat mag wel uitgelegd worden. Dat het niet iets bereikt, niet iets van plan is om de wereld te veranderen. Maar dat het toch blijft binnen het kunst. Wereldje. Daar heeft het betekenis. En daarbuiten, misschien verandert het de kijk op de wereld, maar het verandert niet de wereld zelf, zeg maar.